traditionele hatchbacks, zoals deze Ford Focus, hebben tegenwoordig ook concurrentie te verduren van auto's die wat hoger op de pootjes staan. Nou biedt Ford dat soort auto's zelf ook aan, hè. Denk aan de EcoSport en aan de wat grotere Kuga. Maar Ford heeft besloten om toch ook maar van deze Ford Focus zo'n versie te maken die wat hoger op zijn pootje staat. En dat is deze, de Ford Focus Active. Wat mij betreft zijn er al kruisbestuivingen genoeg. Ga maar na. Een reguliere crossover is al een kruising tussen een hatchback en een terreinwagen. Afijn, ik heb zo'n crossover meegebracht in de vorm van de Seat Arona. En dat is niet zomaar een semi-terreinwagen, want vorig jaar was deze auto nog de beste in zijn klasse. Eens kijken of die rare Ford daar een vuist tegen kan maken. Frank, laat ik maar gelijk de olifant in de kamer even benoemen hier, want ik heb meegenomen een Ford Focus Active. Focus concurreert met Seat Leon. Als je daar de SUV-versie van neemt, kom je dus uit bij de Seat Ateca. En jij hebt meegenomen een Seat Arona. Dat is toch te klein, of niet? Ja, de Arona is op basis van de Ibiza. Maar het frappante aan deze Focus Active is dat die precies tussen die twee modellen invalt. Dus ga je voor een Ateca, dan is die fors duurder. En de Arona is juist een fractie goedkoper. Dat is de reden dat ik juist die auto heb meegebracht. Namelijk een vanafprijs van 19.800 euro heb je meteen een semi-terreinwagen. En nou jij? Ja, de goedkoopste Ford Focus, dus een gewoon hatchback, is 24.000 en een beetje. De goedkoopste Focus Active is 27.300 euro. En de auto zoals die hier staat is, ja, 35.000 euro. Dus dan ben ik heel benieuwd hoe jij dan uitkomt bij een vergelijkbare Arona en wat die dan kost. Ja, simpel. Seat levert de Arona ook met een 150 pk sterke krachtbron. Dat is volgens mij wat er nu onder de kap van de Focus ligt. Ja. En in dit uitrustingsniveau en met een paar extra toeters en bellen die er dan nog op zitten, kom ik uit op net geen 32.000 euro. Zo, dat is al een flink verschil met die 19.800 waarmee je begon trouwens. Dat kun je zeggen. Oké, Frank, dus die Ford is uiteindelijk iets duurder. Maar hij heeft ook een rijkere standaarduitrusting, want ik heb altijd airconditioning, ik heb altijd een radio met een smartphone-koppeling en ik heb de nodige rijhulpsystemen. Hoe zit dat dan bij die Arona? Ja, die Seat die stelt daar extra fabrieksgarantie tegenover. Dat is ook niet verkeerd. 4 jaar fabrieksgarantie tegenover 2 voor de Ford. Wat ik persoonlijk wel een dingetje vind bij die Focus, dit is niet de eerste Active, hè, die de Amerikanen verkopen. Er was al een Ford Fiesta Active, die hebben wij al eerder getest en dat is best een kek ding om te zien. Ja. Nou ja, de buitenkleur die je bestelt, daar ben je natuurlijk zelf bij. Maar van binnen is hij koperkleurig met allemaal leuke accenten. Als je hier de deur opentrekt, is het één grote grijze bende. Ja, dan moet je natuurlijk wel van die koperkleur houden. Voor mij hoeft het niet zo, maar ik begrijp wat je wil zeggen. Jouw auto is volgens mij behoorlijk te personaliseren. Hè? Ja, ja, bij Seat kun je het zo gek maken als je zelf wil. Sowieso tweekleurige lak is erop leverbaar. En daarmee heeft hij in ieder geval de slag of je je auto makkelijk terugvindt op het parkeerterrein al gewonnen. Ford Focus is 26 centimeter langer, 7 centimeter breder en hij beschikt over een wielbasis die maar liefst 14 centimeter scheelt met die van de Seat Arona. Dus het is niet zo gek, Gert, dat jij denkt dat ik de verkeerde auto heb meegebracht. Ja. Maar goed, dat is op papier, want dan stappen we in. En wat blijkt dan? De Focus heeft weliswaar iets meer beenruimte, maar de hoofdruimte laat de wensen over. En die is juist in de Arona weer dik voor elkaar, terwijl ik nog steeds achter mezelf kan zitten. En het gaat nog even door, want openen we de kofferklep met de achterbank overeind, 400 liter bagageruimte. Ja, maar dat is raar, hè? Want ik heb 375. Ja? Maar ik krijg wel de indruk dat die 400 liter bij jou, die komt doordat je moet stapelen of zo, omdat die auto heel hoog is. Want dan kun je discussiëren over de bruikbaarheid van jouw 400 liter. Ja, nou, ik ga graag de discussie met jou aan over bruikbaarheid. Want hij is inderdaad hoger, maar hij is ook nog eens leverbaar met een in hoogte verstelbare bagagebodem. En weliswaar kun je de Active ook als wagon kopen. Ja. Dan heeft de Ford dat foefje ook. Maar deze hatchback, vergeet het maar. En dat betekent geen vlakke laadvloer. Heeft de Seat allemaal wel. Gelukkig kunnen de achterbanken ook weggevouwen worden en dan klopt het allemaal weer een beetje. Want als jij de achterbanken wegvouwt van de Arona, hoeveel liter bagageruimte heb je dan? 1280 liter. Gelukkig 1354 liter, jongens. Pff. De Seat Arona en de Ford Focus Active zijn natuurlijk allebei zeer moderne auto's. En dat betekent ook dat ze moderne techniek aan boord hebben. Zo modern dat ze allebei hetzelfde foefje gebruiken om de brandstofrekening een beetje te drukken en de uitstoot een beetje schoner te maken. Cilinderuitschakeling. De Seat Arona heeft een 4-cilinder en die kan, als er niet veel kracht wordt gevraagd, 2 van die 4-cilinders uitzetten. De Ford is een 3-cilinder
En daar kan één cilinder van uit. Ik vind dat ontzettend knap. Ja, vooral omdat het ongemerkt gebeurt, hè? Ja, bij de Ford, hè. Die Seat die staat gelijk, gaat aan een lampje branden. Eco, eco. Ja, oké. Okay. Maar goed, het is niet zo dat je het voelt in de aandrijflijn. Nee. Je merkt er eigenlijk helemaal niks van. Dat is ontzettend knap. Daar is het wel zo dat driecilindermotoren staan bekend om het feit dat ze nogal wat meer lawaai willen maken. Jij hebt een viercilinder aan boord, ik een driecilinder. Maar kan je dit zeggen? Ik heb ook even met die Seat gereden. Nou, is veel meer lawaai dan bij die Ford. Ja, maar dat lawaai zit hem niet in de motor, hè? Dat is meer... Seat heeft natuurlijk een hoge koets, dus je hoort wat meer windgeruis. En dat blijft flink wat meer achterwege in de Focus. Voor de rest, als je aan boord staat van de Seat, het is een typisch Volkswagen-product, dus je voelt je meteen thuis. Alle knoppen zitten waar je ze verwacht en het rijdt ook gewoon zo lekker makkelijk. Hè? Het stuurt fijn, het schakelt goed. Ik vind de stoelen persoonlijk prettiger dan die in de Focus. Dat heeft alles te maken met de lengte van de zitting. Ik zit in de Seat wat beter. En wat ik persoonlijk ook wel een pre vind... Kijk, je moet eigenlijk het Volkswagen Concern zien als een soort boyband. Ieder merk heeft zijn eigen karakter gekregen. En Seat is de sporty spice van het stel. Maar bij de Arona hebben ze achterwege gelaten om de auto ook echt heel straf te dempen. Dus het is een hele comfortabele auto om mee onderweg te zijn. Nou, dat merk je bij de Focus ook binnen de modellenreeks die de Focus, waaruit de Focus bestaat. Hè. Je kan een hatchback krijgen, je kan hem wat hoger op de pootjes krijgen. Is dit ook weer de meest comfortabele. Hij heeft natuurlijk ook de langste veerwegen. Nou, hoeveel scheelt dat? Het is niet heel veel. Hè? Ja, 4 mm. Alleen als je dat zo laat zien is het heel weinig. Maar als je de auto ziet en je zet er een gewone Focus naast, dan zie je wel degelijk verschil. En je voelt het ook. Hij is gewoon, hij veert mooi lekker lang door. Ik vind het altijd wel prettig. Ik vind inderdaad, juist de Seat rijdt erg fijn en gemakkelijk. Maar je merkt in alles dat die Focus is net dat stapje extra, vind ik. Die is in de besturing vooral zo verschrikkelijk precies. Ja, daar staat die Focus ook om bekend. Hè? Ik vind het een ontzettende fijne rijauto. Seat Arona beschikt standaard over een noodstopsysteem met voetgangersherkenning. Maar daar ben jij volgens mij niet van onder de indruk. Dit is het. Dit is wat de standaard op zit. Dat is standaard uitrusting. Nou, dan ben ik inderdaad niet echt onder de indruk. Het noodstopsysteem van de Ford Focus Active reageert ook op fietsers. Hè. Die herkent hij ook, dus daar zal hij ook verstoppen. Dat is mooi meegenomen. Ja, en, je op fietsen. En elke Focus heeft altijd een rijstrookassistent. En dan kun je ook nog een hoop zaken uit de optielijst krijgen die ook wel de moeite waard zijn, hoor, als we het over veiligheid hebben. Hè. Dode hoeksignalering, vermoeidheidsherkenning, signalering voor kruisend verkeer achter de auto en noem maar op. Kan dat bij jou ook? Ja, dat kan bij mij ook. En is bij mij zelfs een fractie voordeliger nog dan wanneer je het bij Ford bestelt. Maar kan jij dan ook een groot lichtassistent erop krijgen bijvoorbeeld? Nee. En kun jij een head-up display krijgen? Nee. Beschermt jouw auto je ook als jij per ongeluk gaat spookrijden? Nee, maar mijn auto probeert me in ieder geval niet te doden als ik de adaptieve cruise control inschakel. Oh, hoezo niet? Nou, ik heb die Focus opgehaald en toen stond de adaptieve cruise control op het standje intelligent. Nou, ik zou het eerder doodeng willen noemen, want de Focus gaat dan zelf reageren op de verkeersborden die hij langs de kant van de weg ziet. In die zin dat hij de snelheid daar automatisch op aanpast. Maar zoals dat gaat, we hebben eerder veel duurdere auto's getest met zulke techniek. Die navigatiekaart die ze daarvoor gebruiken, ja, daar zit nogal een afwijking in. Dus rij jij op de snelweg en ligt er een ventweg naast, dan pakt hij soms de snelheid van de ventweg en rij je opeens 80. Ja, dat is schrikken, ja. Op de autobaan. Ja. En ik had het ook omgekeerd, dat ik 130 mocht gaan rijden. En voordat ik überhaupt het verkeersbord kon zien, begon die auto al te accelereren. Wat ik een hele onaangename emotie vond. Maar goed, je kan het uitzetten gelukkig. En dan luistert hij wel naar de baas. Dat heeft wel mijn voorkeur. Zicht rondom. Ja, dat is heel slecht in de Focus. Krijg je ook een draaimolen? Ja, ik zeg het maar gelijk. Het is verschrikkelijk. Ja, want de Seat heeft heel mooi die A-stijl naar voren geplaatst. Je kan goed naar voren kijken. Ja, over je schouder heb je dan nog wel een dode hoek. Maar helaas, welke moderne auto heeft dat tegenwoordig niet? Nou, over moderne auto gesproken, Frank. Dat infotainment systeem bij jou, ik vind dat heel erg laag zitten. Bij mij, in die Focus zit dat mooi hoog. Goed afleesbaar. Eens. Ja, dat, ja, klopt. En het maakt eigenlijk niet uit. Deze testauto is uitgerust met het fameuze digitale instrumentarium van het Volkswagen Concern. Kun je dus de navigatiekaart tussen je meters tevoorschijn toveren. Maar dat betekent nog steeds dat je je ogen van de weg moet halen. En daar heb jij geen last van. Klopt. Want head-up display. Frank, jij noemde net al even dat digitale dashboard van de Arona. Ja, mooi hè? Dat valt te bezien. Het is in elk geval niet het beste systeem dat Volkswagen in huis heeft. Want ik weet dat ze bij VAG ook systemen hebben waarbij je niet hoeft te kiezen tussen het projecteren van je kaart voor je navigatie op of het infotainment systeem of tussen je meters. Dat kan gewoon op beide plekken en dat kan daar weer niet. Dat vind ik toch onhandig. Nee, dat ben ik wel met je eens. Materiaalgebruik van de Arona. Oké, ik snap het. Er is een instapversie en dan is hij veel goedkoper dan die Ford Focus Active. Maar toch vind ik...
Er zitten wel heel veel harde plastics in, hoor. Ik vind dat toch ook niet echt... Het is geen instapversie. Nee. Dit is een van de duurste. Precies, mijn punt. Als dat op die instapversie zit, begrijp ik het. Maar hij wordt zo ver doorgeprijsd dat je over de 30.000 euro heen gaat. En dan heb je nog steeds dat materiaalgebruik. Vind ik niet kunnen als je zoveel geld uitgeeft. Gordels in jouw auto? Niet verstelbaar? Niet in hoogte, nee. Zwaar, vind ik. Ja. Middenconsole, hè? Heb je zo'n vakje? Kun je allerlei spullen leggen? Nee, niet in de Arona. Dat is helemaal opgeofferd aan het opladen van een smartphone. Overigens, mijn smartphone laat hij dan dikke ook nog niet op. Draadloos opladen van de smartphone. Draadloos, ja. Maar goed, dat ligt dan aan mijn telefoon. Niet van mij wel. En de zon begint vaker te schijnen. Hoewel je dat als op een dag als vandaag niet zou denken. En ik heb een paar keer echt serieus last gehad van de spiegelingen van dat dashboard in de voorruit. Vond het onwijs irritant. Nou, is het uit je systeem? Want ik heb eigenlijk alleen maar iets heel vriendelijks over de Focus te zeggen. Die is namelijk optioneel leverbaar met een ultiem handigheidje, namelijk deurbeschermers. Ja, weet je hoe onhandig dat is? Die vloepen tevoorschijn, heb je geen parkeerschade? Nee, hoe kan dat onhandig zijn? Nou, ze maken ontzettend veel herrie. Ja? Ja, en we hadden de laatste ook eentje die afbrak, maar goed, dat kan dat toeval zijn. Dus het is handig, maar ook weer niet. Ik durf bijna niet aan de conclusie te beginnen nu. Gaat het weer een beetje, wist je? Kunnen we de balans op gaan maken? Nee, het is uit mijn systeem. Oké. Okay. Nou. Ja, Ford Focus Active. Laten we maar gelijk noemen. Het is by far de best sturende auto van deze twee. En in het segment is het, wat mij betreft, de best sturende auto die momenteel te koop is. En hij heeft een hoge mate van verfijning. Maar ja, goed, hij is dan wel wat duurder dan die Arona. Ja, ik vind oprecht knap, hè. Aan het begin van deze video noemde ik het een rare Ford. En dat vind ik persoonlijk nog steeds. Maar het is natuurlijk ook een hele slimme Ford. Want met dit model dekken de Amerikanen echt ieder gaatje af in dit deel van de markt. En dan is het inderdaad ook nog eens met stip de best sturende in dit segment, omdat die Focus gewoon zo verdraaid goed is. Maar, het kwam al ter sprake, hè? Op papier verschillen de auto's nogal van omvang. Maar als je eenmaal aan boord van de auto's stapt, dan blijkt dat eigenlijk weg te vallen en komt die Seat een heel eind mee. En dat verbaast mij dan weer niet, want het is niet ten onrechte natuurlijk de winnaar geweest van onze grote test van de kleine crossovers vorig jaar zomer. Ja, en wat blijft er dan over? Een prijsverschil. Een fors prijsverschil in het voordeel van de Seat. 2 jaar extra fabrieksgarantie. Ja, ik moet zeggen, die verfijning en dat rijplezier die de Ford ontegenzeggelijk biedt. Je moet voor jezelf maar uitmaken of je vindt dat het dat waard is.